Jan Bos daar. Een fijne Valentijn allemaal. Ik sta hier op het kerkhof. En ik heb een bloemetje gebracht naar mijn grootouders. Naar mijn oma. Voor Valentijn. Dat leek wel cool om te doen. Ten slotte zijn zij ook wel een beetje mijn Valentijn. Dus dat heb ik een beetje gedaan. We gaan eens wat aan die fles wandelen. Het is tijd. En dan gaan we richting mijn mama. Dus, het idee van eigenlijk een beetje mezelf bloemetjes kopen voor iemand die je heel graag ziet. En wie zie je graag? Je ouders zie je graag. Vooral mijn mama zie ik super graag. Dus daarmee dacht ik, laten we dat dan gewoon een bloemetje zetten op het graf van haar. Dus dat gaan we zo meteen doen. Dus, dan gaan we voor mezelf bloemetjes kopen. Dat is misschien wel een goed idee eigenlijk om zo Valentijn te vieren. Meer moet dan eens zijn. Dus om zo Valentijn. Ja, terwijl jullie die vlog zien, is Valentijn al voorbij. Maar voor mij is het nu echt de 14e. Dus, het is eigenlijk niet zo koud op zich. Het is eigenlijk wel redelijk te doen. Ik koop je zelfs in mijn korte broek. Want dus, valt eigenlijk wel heel reuze mee. Ik had het eigenlijk veel kouder verwacht, maar dat is het niet. Dus, ik kan ook met een trui nu rondlopen met de korte broek. Het water is misschien mooi eigenlijk, kijk. Het water is echt wel prachtig op dit moment. Kijk hoe de weerkaatsing van het water is echt wel heel mooi. We gaan eens wat aan die dichter bij de fles. Dus dat is al heel mijn kind af aan dat ik vraag van wat is er in de fles zit. Dus we gaan nu gaan kijken wat er in de fles zit. Dit is de fles die we er net van ver hebben gezien. En dit zit er eigenlijk in. Dus een flesje. Dit is eigenlijk de fles, zo met een... Die echt ook kei mooi. Altijd is afgevraagd hoe het er zou uitzien. We zien dat wel van ver en dat is het op. Eigenlijk en dan zie je het van deze dingen eigenlijk. Dan gaan we nu richting mijn moeder. Daar gaan we ook een mooie roos plaatsen. Ze heeft al één roos. Ik heb ooit gezegd, voor ze ging... 7, zei ze van ik wil 7 rozen, 7 angers. Ze is grootje komen, maar ze heeft dan toch al 1 roze van de 7 rozen. Dat is ook het liedje van Willy Sommers trouwens. 7 angers, 7 rozen. 7 angers, 7 rozen. Dus, en dat was heel graag, maar ik heb nog geen angers gevonden. Vanaf wat dat eruit komt, ga ik dat zeker vast eens gaan halen. Voor mijn moeder. Sowieso. Nu gaan we de weg weer kwijtraken, want dat doe ik altijd op het kerkhof. De weg kwijtraken en zo, maar... Ik vind het wel belangrijk om jullie mee te nemen. Want jullie als kijker hebben mijn mama ook altijd heel hard gekend. Heel veel mensen eigenlijk. Het is zot eigenlijk hoeveel mensen dat er soms in de live komen en zeggen van ik ken je moeder van een superfans. Of ik ken haar van toen ze nog een winkeltje had. Ja, noem maar op eigenlijk. En ja, dat is eigenlijk wel heel zot eigenlijk hoe dat gaat. Eigenlijk en dat is ook al leuk. Mijn oma heb ik dat ook al vaak voor, maar minder. Dat is ook omdat ik zelf nu ook populair ben aan het worden. Dat gaat meer en meer gebeuren, dus ik denk dat we die kant uit moeten. Dus ja. Dat aan één kant is dat altijd wel heel leuk, maar soms heb ik ook van die momenten dat je er niet over praat. En dan is dat wat moeilijker. Maar ja. Dus ik vind het een beetje lager, omdat ik wil niet dat er mensen hun graf in beeld komen of zo. Dat weet ik niet. Dus nee, dat ik een beetje lager film. Voor dat jullie dat weten eigenlijk. Zo, daar gaan we er nu naar. Zo, we zijn aangekomen aan het graf van mijn moeder. Zo. Nu is het dan. Hier.
Ik heb wel mooie bloemetjes eigenlijk. Een paar bloemetjes omgevallen, maar eindelijk redelijk wel te doen. Dus we gaan er eens wat mooi maken en dan gaan we de bloem. Zo. Het zand ging er ook nog mee uit. Zo de roosjes zitten erin. Zo uit. We gaan deze roos ook proberen ergens tussen te snijden. Ja, dat is wel wat beter. Ook wel schoon, dat kan het niet zijn. Hè? Prachtig toch. Dus, hopelijk heb je een leuke Valentijn. Bloemetje van mij en de bloemetjes van de kijkers.